Anyway, it's a warm fall evening. Whoa, that's surprising me. That's also real life. Anyway, let's get the passengers inside. Six stops, and let's take a look where we are. So we are here. And we're gonna drive all the way to there. So it's an electrified track, so that's awesome. You must have the cellar. Yeah, all the default trains that's coming with the routes from the New York, New Haven, New Jersey, New Jersey, North Jersey coastline. Hello. Pacific Surf Line. I have also that route. Awesome route. Sherman Hill. Epic Nice Soldier Submit, and let's take a look at the Miami route as well. The Cajun Pass, I have also that one. Oh, die slimme desk in mijn voren zat. Goed, laten wij in ieder geval vertrekken. En we zijn vertrokken, jongens. That's actually the route that I just talking about. That's other American routes that I have. As far as I know, it's from outside of my head, so. Yeah, that's other routes that I have. And actually, one of my favorite routes back in the days was actually the route from Philadelphia to New York. Oh, yeah. From the Northeast Corridor, what this actually isn't part of. And that's why I also really like this route. Oh, just 2 points! No, just 2 points! Damn it! Oh my goodness. 2 freaking points. That's insane. Oh. Anyway, so the Northeast Corridor are continuing further. We're gonna take off the main line and going on the branch line. Awesome. Hey Mark, goedenavond. Hallo. Je moet eigenlijk de Maria Pass hebben. Oh, het schiet net weg. B24DC. No idea if I had that one on Pilot Games. Geen idee of die heb. P8 heb ik volgens mij ook niet. A little bit more traction. I hope the game is not too dark for you guys. If it is, let me know. Als het een beetje te donker is, jongens, laat het maar gerust weten. Maar ik denk dat het wel relatief meevalt. Boston to Washington. That sounds actually really awesome. Twitter hype. Awesome is. Nou, op zich, ik moet zeggen, deze route vind ik toch wel een van de betere routes.
motorhuis gaat rijden. Maar er zijn ook routes bij die ik gewoon, waar ik gewoon niks mee heb. Ah goed, dat kan natuurlijk. Ah, that was this the problem. Get lightning off, please. Dashboard lights on. Kilometers. Awesome. Je kan veel zeggen over de US, maar de toetsen klinken altijd beter. Ja, en typisch is de echte Amerikanen die zeggen altijd dat de toetsen nog niet kloppen. Dan heb ik zoiets van, really? Maar ik vind het leuk. Nee, ik heb ze afgezet. No, I just set them off, Corpion, because some people are... Yeah, making problems with that, and yeah. Well, actually, let me say it in a little bit different. There were some people doing that the whole 24-hour long, and to make the boat at a high point. So that's why I disabled it, and I also changed it to new settings, so it only triggers when I play the game, when I'm playing, when I'm live. And yeah, I disable it for the rest of the month, so it will be back at least the next month. Okay, let's stop over here. And stop. Anyway. Pirates, everything is going well. Ik vind altijd alleen Engels leuk, naar mijn mailing. Ik kan zijn Engels en Duits. Ja, nou ja, op zich wat je zegt over Engels. Ik vind Engels ook hartstikke leuk om te runnen. Daarom doe ik het ook tegenwoordig dagelijks. Voorheen was het echt vooral Duitsland en Nederland, maar. Tegenwoordig probeer ik ook wel echt sowieso standaard 2 om 2 te doen. Dus dat sowieso 2 scenario's, afhankelijk natuurlijk wat de tijd is, dat ze duren. Maar 2 scenario's voor Amerika en 2 voor Engeland. 2 voor Duitsland en 2 voor Engeland. En natuurlijk, er kan ook wel eens een Nederlandse tussen zitten, er kan ook wel eens een Oostenrijkse tussen zitten. Ik probeer er een beetje wel een goede balans in te vinden. Nee, dat vind ik ook altijd zo typisch. Maar dat is, in Amerika zie je dat wel vaker. Dus dat is me vergeven. Maar als net is bijvoorbeeld in Engeland waar we net waren, had je zo'n stuk platform had. Ja, zo bedreven. Maar gewoon een deel van het platform hadden ze geen marker gezet. Dan heb ik zoiets van. Oké, dat je het op een wissel niet doet, prima. Trekt hij dan in ieder geval tot aan de wissel? Nee, doen we niet. Ja, dat vind ik dan net iets jammer. Maar ja, wie ben ik? Hey Mike! Nee. Ja, een andere achtergrond. En een paar nieuwe fixtures, maar. Ja, niet echt bijzonder. En trouwens, goeie avond. Hoe is het ermee? Hoe was trouwens je dag trouwens vandaag, Mike? Break a little bit faster up, a little bit faster. Gefeliciteerd, jongen. Ah, hartstikke mooi. Ja. Dat vind ik wel leuk te horen.
Geen idee. Oh, klein beetje verder op. Klein beetje verder. Klein beetje verder. Het is toch niet 10 op 10 of wel? 10 op 10, oké. Okay. Dat we in ieder geval hier gaan stoppen. Anyway. And that's a bingo. Awesome. Let's see if we can make a nice picture. Photo picture. Oh, we had the wrong lights. Hashtag blame the real driver. That's better. Medische testen. Oh my god. That's long. 7 uur, damn. Oh, hello. Alright, brakes off. Oh, hello. And way off. Next stop is in 3.5 miles. Oh, hello. Awesome. Ja, heb jij even die? Oké. Ik weet niet wat de bovenste seinkleur was. Onderste was in ieder geval rood, dat weet ik wel. Ik moet eventjes het in de gaten houden. Even kijken op de map. Oké, everything seems to be oké. Oh wow, there is also another train. That's surprising me. Goed, zometeen gaan we naar 60 afremmen. We hebben 60 up ahead. Ja, dit is wel super makkelijk geworden tegenwoordig, ja. Dat is waar. Anyway, let's break down for a bit. Good enough for now. Mijnveger of bevoorradingsschip. Oké, okay. Klinkt goed. Met de laatste. Ga je even door, Christian? Geen probleem. Leuk dat je er was in ieder geval. Ik zou zeggen in ieder geval slaap lekker voor zometeen. En een fijne avond natuurlijk nog. En tot de volgende keer. Alright, flashing green. Hey, Victor in the building. Hey. Stefan wil op mijn kant zeggen van, oh my god, now it's coming. Sorry.
Ja, goed, laten wij ondertussen maar gaan afremmen. Afremming hype. Oh lol, klik, tik, 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 tik. Awesome. Ja, dat zeker. Geheugen is zeer, zeer goed hier. Kan je nou ook niet van alle scenario's zeggen? Dat is toch wel. I'm not even crashing the... my keyboard. Anyway, just stop over here. Out. That's really a bit weird. I'm not even touching my keyboard at all, and the switch on my rail driver was set to off. Oké, fijne avond nog, Mike. Leuk dat je in ieder geval was even. En succes in ieder geval nog. Mooi, ik heb genoeg gezegd over Nederlandse Duitsers. Nee, maar het, ja, kijk, ik vind de algemene Amerikaanse treinen ook niet altijd even leuk. Maar dit is ook een van de weinige treinen die ik dan wel weer leuk vind, witte. En Engeland vind ik gewoon heel erg leuk, inderdaad. Duitsers zijn ook niet alle locks even fijn om mee te rijden. Maar Nederland vind ik gewoon fantastisch. Maar goed, dat zijn net. Kijk, natuurlijk, maar iedereen mag zijn eigen mening erover hebben. Kijk, en als ik maar goed ook, natuurlijk. Dat, absoluut. Ja, ja. Ja, yeah, thank you for that, Flying Scotsman. That's actually really true. Today we are. Yeah, just past the 100 followers on our Steam group. So that's actually really awesome. So thank you very much, everyone, for that's in the chat to already follow the stream group. And if not, make sure to go to that, and yeah, if you want to, just give it a follow. And yeah, join the group. So you will find there a lot of free paints, some free scenarios as well, and the complete schedule of scenarios that I'm driving. And you also get a notification when I'm going live. And other updates as, for example, today the pronouncement of the game. And so forth. So, ja, in ieder geval super bedankt voor degenen die allemaal ondertussen al gevolgd zijn op de Steam groep. We hebben ondertussen volgens mij 101 als ik me niet vergis. Dus dat is in ieder geval super mooi. Dus als je nog niet hebt gevolgd, jongens, vergeet ook eventjes niet om lid te worden. Dan help je ons ook natuurlijk mee. Je vindt er van diverse repaints, je vindt er ja, eigenlijk van alles nog wat. Dat zeer mooi in ieder geval. Goed, ondertussen gaan we eventjes afremmen. Een klein beetje tractie erbij, want we mogen het tenslotte hier 30.
Ja, de 101 van Dovetail is ook echt. Bleh. Anyway. Alright, let's break down. Hebben we 102, ja? Thanks. Dat wij in ieder geval hier de passagiers in en uitstappen. Awesome as hype. Oh, two more left in total, including this one. Awesome. Let's take a look on the Steam group. 102. Nice. So. Indeed. Nice. Thanks, JVB, for the following the group. Awesome. Thanks, man. And who invite me, actually? Oh, you also sent me a friendship request. Yeah, we'll take a look at later on that. So, next up is the last one. It's awesome. So. Pedal to the metal! Little bit behind schedule. And what do you think about this route, guys? What do you like from this route on the North Jersey coastline? Persoonlijk vind ik dit een van de betere routes, heel gezegd. So far, I think this is one of the better routes from America. In my opportunity as a not American people person. Ja. Het is niet zo'n standaard, een beetje het is niet echt zo'n standaard Amerikaanse route en dat vind ik wel heel erg fijn. Ja. Yeah. Oh, double, single yellow and a red. Ja, die heb ik helaas niet, de Maria Pass, of Marion Pass, of how do you say that? Ja. Dat is ook een van de routes die ik eigenlijk gezegd nooit heb gehad. Ja, in Microsoft Train Sim. Maar dat is ander wel. Do 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 4.7 miles. Awesome. 45 upcoming. I think that's because there is an corner. Not really. Yeah, over there, but that's a little bit further. Anyway. Let's break down. Er is een DTG aan, dacht XL ingestopt. Meer aandacht voor DTG. Right. Mm-hmm.
That bell, that sounds awesome! No idea why I'm pressing that, but awesome. 70 hype? Oh, that was a bridge, of course. Duh. Still fast, 70 kilometers. Open the bridge. Tony, wel ja. En de Northeast Corridor is een heel gewoon netwerk in Mingo. Ja, maar ik vond hem wel heel erg mooi toen de tijd. Toen ik nog niks origineel had gekocht. Wat... Toen had ik hem ook, maar tegenwoordig heb ik hem niet meer. Maar dat vond ik echt wel een fantastische route, eerlijk gezegd. ...2.8 miles. Nog 2.8 miles te gaan, jongens. Want het is 2.7, maar goed, maakt niet uit. Ga ik ook even kijken of volgende week deel 2 van dit scenario kan inplannen. Lijkt me wel, wel gezellig. Die zal ook wel ietsje donkerder zijn. Ik denk dat ik die vertaan op de donderdag ga plaatsen. Dat ik ga eens kijken of misschien voorlopig is de komende paar weken nog weer eens een Amerikaanse route op donderdag. Of één Amerikaanse route scenario kan plaatsen op de donderdagavond. Met name op deze route dan. Er zijn nog een paar scenario's die we kunnen doen hier tenslotte. Dus ik denk dat ik de komende paar weken op de donderdag een Amerikaans scenario inplan. Eén. Als jullie het natuurlijk leuk vinden. Om te kijken hoe het aanslaat. Het wil niet zeggen dat ik daardoor ook altijd Amerikaanse routes ga rijden. Dat denk ik niet, want ja, ze zijn niet allemaal zo goed als deze. Maar in ieder geval, daar ga ik naar kijken. Of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Zometeen al 15 afremmen. Victor Hype. Kijk daar zo meteen wel even naar, Victor. Ja, nou dan ga ik eens kijken of we de komende weken op de donderdag een scenario kunnen doen. Ten slotte hebben we tot nu toe al de laatste paar weken op donderdag een scenario gedaan, dus ik denk dat het wel moet gaan lukken. Oké, okay, let's break. Is dat the corner around? Flashing green. No idea why, but it's okay. Okay. Awesome. Ja, Victor had even een linkje gestuurd op Facebook. Hey Aparama, welkom terug op de valreep en laten wij ons eens mee gaan afremmen. Zo. Goed, laten wij de trein in ieder geval netjes op gaan zetten. Ja, kan ook, weet ik veel. Facebook, Skype, link, weet ik veel. Iets. Anyway. And that it, guys. This is the last stop of this scenario. Oh, hello. Zo gegaan dat hij op 5400 staat. Wow. Ja, maar ik download liever niks via de workshop of zo weinig mogelijk via de workshop, want ik heb echt een hekel aan workshop. Of het moet voor juni 2016 zijn, dan kan ik het handmatig downloaden. Congratulations engineer, you successfully finished this run. Let's see how you did it. Actually, we got ourselves 1000 points, guys. We did it. We did it.
GG! Hoi, hoi, hoi. Awesome. Even 2 minus points and still get 1,000 points. That's awesome. So that's another gold for me. And another 1,000 points. So that was awesome.